Een zeevrouw? Oh jeetje jongens. Oh wauw. Een zeevrouw? Ja, ja. Het is een big one. Het is heel mooi. Van de trekvissen speelt zich natuurlijk af onder water, is voor ons niet te zien, maar toch is er heel veel over bekend. Ja, en hoe we dat dan allemaal weten? Vandaag maken we het onzichtbare zichtbaar. We zien zo meteen hoe uitgezette zalmen met zenders worden gevolgd en hoe ontdekt werd dat de houting weer terug is. En Kees en Vrij duiken deze aflevering ook weer in het Haringvliet op zoek naar bijzondere dieren. Ja, ik kijk uit voor de zwanen. Die zwanenstront. Zwanenkak. Zo, stinken hier zeg. Ons verhaal over de trekvis begint niet in het Haringvliet, maar in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Op de tentoonstelling Swim, Fish, Swim. Dit is echt een walhalla voor jou. Ja, het is superleuk. Dit is echt super. Kom je ook heel graag? Het is echt heel leuk. Ja, want wat kunnen we hier allemaal zien en leren over de trekvis? Nou, we zien hier het Haringvliet, nog met de dam dicht. Haringvliet is in 1970 afgesloten vanwege veiligheid, de watersnoodramp. En men heeft bij die afsluiting nooit gedacht aan het effect op de natuur op vissen. Hoe belangrijk is het Haringvliet? Ja, het is de levensader voor heel veel soorten. Heel veel soorten hebben het Haringvliet nodig als trekroute naar de paaigebieden die bovenin in Duitsland liggen, tot aan Zwitserland toe. Precies hier. Dus daar kunnen ze nu weer vrij uit heen zwemmen. Voor heel veel vissen is het een opgroeigebied. Zeker dit gedeelte. Wat ik me dan zo afvraag, hè? Zo'n vis die legt dus duizenden of honderden kilometers af. En dan ligt hij hier voor de dam, letterlijk. Ja, boom. Ik kom er niet, kom er niet door. Wat doet zo'n vis dan? Wat doet hij dan? Die gaat steren, die gaat zoeken. Wat je bijvoorbeeld ziet is dat zalm en zeeforel die dan voor zo'n dichte deur komen, dan gaan zoeken naar een andere monding. Dan proberen ze bijvoorbeeld een nieuwe waterweg op te zwemmen. Maar in feite werkt dat niet, want ze verspillen heel veel energie op die zoektocht naar de juiste ingang. En dit was de belangrijkste toegangsroute tot al die paaigebieden. Nou zit hier een heel mooi knopje. Hoppakee. En nu kunnen ze weer van binnen naar buiten en van buiten naar binnen. Kunnen die vissen nu de weg wel weer terugvinden naar het Haringvliet? Of zijn ze zo al gewend? Nee, dat zit er genetisch zo ingeramd. Dat blijft gelukkig nog wel heel lang hangen. Ja, want hoe weten ze dat die open is? Ik bedoel, wij kunnen het lezen, geur, communiceren. Geur. Vissen zijn in staat om op basis van geur hun eigen paarrivier, ook al ligt die 500, 600 of 1000 kilometer verderop, terug te vinden. En vissen zijn heel belangrijk in een ecosysteem. Als het met de vis goed gaat, gaat het met het hele water goed. Vis is een indicator voor een gezonde waterkwaliteit. En dan is het tijd om te gaan vissen. In alle vroegte gaan we naar het strand van Rokanje. Want om te zien welke trekvissen baat hebben bij de kier, moet je aan de zeekant van de Haringvlietdam zijn. Ook hier mengt zich zoet water met zout. En dus vind je hier veel trekvissen die uit het Haringvliet komen of erin willen. Oh, nu snap ik het. Je gaat gewoon een soort van... Je sluit ze in. Ja, we sluiten eigenlijk in, maar we gaan hem ook vooruit slepen. Oh, hij zit hier nog behoorlijk gedraaid, hè? Oh, wacht, ik zit er nu ook in. Oh, anders vangen jullie mij. Wat? Er sprong een hele mooie harder overheen. Harder? Ja. Goed nieuws? Ja. De eerste is gedetermineerd, toch? Jongens, wat veel! Daar zit hier heel veel jonge vis. Jeetje! Allemaal haringjes? Heel veel haring, ja. Haring en sprot. Die lijken heel veel op elkaar. Oké. Wat zegt dat dan nu, dat je nu zoveel jonge haring hebt? Haring is wel echt een soort die juist op het zoete water afkomt. Mm-hmm. Dus jonge haring komt echt naar onze kusten toe, naar die delta. Dus die plekken waar het zoet naar buiten stroomt, daar gaat jonge haring juist naartoe om op te groeien. Maar we hopen natuurlijk dat dat ook zo meteen allemaal naar binnen komt. En dat we volgend voorjaar met de trek van de haring gewoon massa's naar binnen zien komen. Yo, houting. Ja. Oh jeetje, wat is die groot. Mooi.
Oh, wauw. Kijk hè? Ja, ik heb hem hier aan zijn mooie neus. En hij heeft een vet vennetje, zo'n heel klein rond vennetje vlak voor zijn staart. En die jonge houtingen, ja, die hangen hier rond in die delta. Eigenlijk om groot te worden. En die echt jonge beesten die zakken nu ook in de zomer zakken ze af. Vanuit het zoete water hier naar de monding. Ja. Komt deze uit het Haringvliet of wil die daar naartoe? Deze komt uit het Haringvliet. Dus pas als die echt volwassen groot beest is en hij wil zich weer voort gaan planten, dan zwemt die stroomopwaarts het Haringvliet op. Oh, scheiters, je bent nu in de zee beland. Hoe bijzonder is het dat je deze hier nu Nou, die soort is eigenlijk volledig uitgestorven geweest in Nederland. Echt waar? Ja, en het is eigenlijk de afgelopen jaren, of ja, decennium eigenlijk, dat die weer volop aan het toenemen is. Die kier die betekent echt wel nog veel meer kansen voor die houting. Yeah. Want die jonge vis die kan natuurlijk wel, die kon voorheen makkelijk afzakken de rivier af in de zomer. Yeah. Maar die volwassen beesten die hebben een vrije route stroomopwaarts. Dus ik verwacht dat wel voor die houting nog een extra boost zal zijn. Ja. Maar dit is dus eigenlijk wel heel goed nieuws. Ja, dit is een hele gaaf soort. Ja. Wat vang je iedere keer veel, hè? Ja, en als je hier loopt eigenlijk, of je komt hier eigenlijk gewoon om te zwemmen, dan verwacht je helemaal niet dat je hier zo tussen zwemt. Nee. Maar je zwemt dus tussen massa's jonge vissen. Ja. En dan een bijzondere vangst van een trekvis die hier nog niet eerder werd gevangen. Een zeevrouw? Oh jeetje jongens. Oh wauw. Een zeevrouw? Ja, ik ga. Super vet. It's really heel cool. Mooi. Ja. Oké, erin. We gaan deze gewoon meten en terugzetten. Okay. Dat hij weer lekker fris terug kan. Ja, precies. Opmeten. Wel even een paar goede foto's van maken. 29. Ik zie allemaal trillende handen, jongens. Hè? Yes! Wow! Sanne vist met behulp van vrijwilligers het hele jaar op verschillende vaste plekken op en rond het Haringvliet. Die vrijwilligers zijn echt heel leuk. Kan iedereen er nou meedoen? Ja, iedereen kan meedoen. Ja, van jong tot oud. Iedereen is welkom. Ja. Ja. Dus ook mensen die er geen verstand van hebben? Zeker. Gewoon meedoen. Juist mensen die er geen verstand van hebben, gaan mee. Juist, leuk om te zien, hè? Als je drie keer bent meegeweest, dan weet je al 10 keer meer over vissen. Ja, het is echt leuk. Ik vind het echt een aanrader. Ja. Ja, volgende keer weer mee. Ja, volgende keer. We gaan naar de rode boei. Daar hangt een receiver aan, een antenne. En die gaan we ophalen en kijken wat voor gegevens erop zitten. Ik ben met bioloog Niels Breven op weg naar een bijzondere meetboei in zee voor de Haringvlietdam. Hier komen de gegevens binnen van jonge gezenderde zalmen die vanuit het Haringvliet de zee opgaan. Zalmpjes van 16 centimeter, 40 gram. Echt nog de jongetjes. Echt hele mini-visjes. Ja. Super kleine visjes. Want hoeveel hebben we er gezenderd? We hebben er 57 gezenderd, losgelaten bij de biesbos. En kijken hoeveel er hier aangekomen zijn. Jeetje. Kijk, het hangt er nu een paar maanden. Je ziet ook dat hij helemaal aan het aangroeien is. Hè? Groeit schelpjes. Ja, groeit als een gek. Dit is het apparaat waar het om gaat. En dit is de receiver, dus de ontvanger die de gegevens ontvangt van de jonge zalmpjes. Ja, dus die zalmpjes die zijn gezenderd met een heel klein buisje. Er komt voortdurend geluid uit. En dit vangt het geluid op. En in het hele systeem van de haven van Rotterdam, Haringvliet, alle tussenwater hangen ook van dit soort antennes. En je leest ze dus uit en dan ga je op de computer kijken van welke antennes zijn ze geweest. En dan kun je dus achteraf dat spoor achterhalen. Ja, dankjewel. Nou, er komt nu wat data aan. We hebben wat zoompjes. Dat is goed. Ik denk een stuk of 10, 12, als ik het zo even snel zie. We zien hier de datum en tijd waarop de zoompjes die we gezend hebben voorbij kwamen. Hoeveel zijn er gepasseerd, zie je? Ja, in totaal 12. Maar 12 zoompjes hebben dus voor 70.000 gegevens gezorgd. Dus wow. Eén zoompje is in de buurt rond gaan zwemmen en die levert dan in één keer 1000 gegevens. Ja,
moeten we wel filteren en terugbrengen tot één vis natuurlijk. De zalm kwam ooit in grote getalen voor op de Rijn tot in Zwitserland. Maar nog voor de Haringvlietdam er was, was de zalm helemaal verdwenen door overbevissing en milieuvervuiling. Al jaren wordt met herintroductieprogramma's geprobeerd de zalm terug te krijgen. Die zalm die komt vanuit Groenland, via IJsland, komt die bij deze dam aan. Mm-hmm. Als die hier niet naar binnen kan, dan hebben al die herintroductieprogramma's in Duitsland geen enkele zin. Echt joh? Ja. En uiteindelijk willen we hem naar Basel hebben, want hij kwam voor in Zwitserland. Dus alles wat op die route ligt, dat moet een beetje opengemaakt worden. Ja, precies. En dit is de monding van de Rijn, dus die moet als eerste. Waar zijn ze nu, denk je? Wat denk je? Nou, dit was al een maandje terug. Ja. Ze zwemmen hard, hè? Ja. Ze zwemmen al 20 kilometer of meer in een dag, dat kan wel. Dus ik denk dat ze al richting Schotland komen. Echt waar, zo ver? Ja, dat gaat hard hoor. Oh, nou, zo vies. Schotland. Ja. Net als de trekvis leggen ook Kees en Free vele kilometers af rondom dat Haringvliet. En ook deze aflevering gaan ze weer op zoek naar bijzondere dieren. We zitten midden op het Haringvliet en we gaan naar Slijkplaat. Thanks for sharing. Slijkplaat, let op hier. En Slijkplaat is een natuurgebied, natuurreservaat, waar je normaal niet mag komen. En we gaan op zoek naar de zwartkopmeeuw. Yes, dat vind ik leuk. Ja. Kees! Ja? Daar. Waar? Hier, daar. In de lucht. Ja, wat dan? Zie je ze niet? Zwartkopmeeuw. Ja. Oh nee, ja, wel. Herken jij ze al dan, Free? Ik zie ze gelijk. Zie jij toch ook? Die zwarte kop. Ja, ik moet kijken, daar ga ik de kant toch niet op lopen. Ik ben blij dat hij die pottenslof voor mij heeft. Wil jij die meenemen? Ja, ik kijk uit voor de zwanen. Die zwanenstront. Zwanenkak. Ja, best. Zo, stinken hier zeg. Ja, het ruik je wel, hè? Kijk, Free, wacht even. Ho, 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 ho. Zie je het? Kwetsbaar gebied, geen toegang, hè? Dus het is niet een gebied waar iedereen zomaar in kan. Het gaat alleen maar onder begeleiding van Staatsbosbeheer. Die zwartkop die is gewoon eigenlijk witter dan de kokmeel. Als je hier naar boven kijkt, hè? Ja? Als je ze in de lucht ziet, de kokmeel. Aan de onderkant zijn die vleugels grijzer en heel erg vrij donker aan de punten. Bij de zwartkopmeeuw kijk je er doorheen. Ik zal het je even in het boekje laten zien, dat is misschien handig. Hè? Dus kokmeeuw, zwartkopmeeuw. Punten van de vleugels wit. Ja. Kop is zwart en loopt helemaal door tot in de hals. En wat ook heel bijzonder is, kijk goed. De oogleden, witte oogleden. En wat zijn dat voor witte oogleden? Ja, veel minder opvallend. Oh. Veel minder opvallend. En ze doen... Doe eens. Hey, Kees! Nee! Kees, het is hier moerassig. Kijk. Jongen, slechtvalk. Een slechtvalk. Nou, kijk eens. Hoppa, hij heeft er één. Ja, hij heeft er een hele grote. Hij heeft een kijk eens. Het is een jonge zwartkopmeeuw die gepakt heeft. Kijk eens. Hoe... Oh. Kees, ik vind het toch rot. Ja, die moet toch ook eten? Ja, dat is ook zo. Zie, ze proberen hem nog terug te krijgen, hè? Ja, dat gaat niet meer lukken, hoor. We laten hem niet meer los. Maar kijk dat ze dat echt doen. Kees, die moeder. Ja. Ik ga terug. Ik vind er geen bal meer van. Ah, slappe hap, Free. Ja. Moordenaar. Het is de natuur, Free. Alle dieren gebruiken het Haringvliet dus op hun eigen manier. Maar de mens doet precies hetzelfde. Volgende week de beleving van het Haringvliet op een mooie zomerse dag. Heel graag tot dan.